Beste inwoners van de gemeente Hardenberg, via deze wat ongebruikelijke weg de beste wensen voor 2021. En dat doe ik graag namens de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en alle medewerkers van de gemeente Hardenberg. Het liefste had ik u natuurlijk een hand geschud, maar midden in de coronatijd is handen schudden niet aan de orde. Ik hoop van harte dat u terugkijkt op hele fijne feestdagen met uw familie. Dit is eigenlijk de periode dat we verwachtingsvol uitkijken naar het nieuwe jaar. Vol goede moed en dappere voornemens. Vorig jaar stonden we tijdens de nieuwjaarsreceptie opeengepakt in het gemeentehuis in Hardenberg. En wie had toen gedacht dat woorden als coronamoeheid, anderhalve meter economie, viruswappie ons leven zouden gaan bepalen. Die woorden zeiden ons toen nog allemaal niets. We kijken terug op een bewogen en ook een heel bijzonder jaar. Wat zijn we door de coronacrisis enorm in onze vrijheden beperkt? We hebben zorgen, maar ook verdriet gekend in het afgelopen jaar. Verdriet omdat misschien een familielid of een naaste ons ontvallen is. Maar misschien ook verdriet omdat een bedrijf waar je hard aan gewerkt hebt plots de deuren moet sluiten. En dan denk ik ook aan onze jongeren in onze gemeente die hun normale vrijheden hebben moeten inleveren. En toch ben ik ook weer trots op de samenleving van Hardenberg, die juist flexibiliteit en veerkracht getoond heeft om met die coronacrisis om te gaan. Wat de coronacrisis ons ook geleerd heeft, is dat we op een andere manier naar elkaar omzien. Op een andere manier aandacht geven aan elkaar. En laten we die waarden meenemen naar het nieuwe jaar. Ik ben in de gelukkige omstandigheden dat mijn beide ouders nog leven. Bijna 90 jaar. En geregeld praat ik met hen over wat er in de wereld gebeurt, waaronder ook over de coronacrisis. Mijn ouders legden de link met de situatie van en na de Tweede Wereldoorlog. Ook daar werden de jongeren beperkt in hun vrijheden, waren scholen gesloten. Ze vertelden dat ze de strijd niet voor niks gewonnen hadden. Dat de jongeren van die periode weer de moed hadden om te gaan bouwen aan de toekomst. En dat is ze gelukt. Wat een mooi woord, moed hebben. Terwijl wij soms vermoeid en moedeloos worden van de coronacrisis, had de jeugd toen de moed om te bouwen en weer vooruit te kijken naar de toekomst. En wat die generatie kon, dat kunnen wij ook. We hebben de moed weer om vooruit te kijken, plannen te maken voor het voorjaar wat voor ons ligt. Te werken aan de gemeente Hardenberg, aan de economische groei, aan wonen, aan werken en aan leven. En de gemeente waar iedereen meedoet en waar we omkijken naar elkaar. Ik hoop en wens dat 2021 weer een mooi jaar mag worden en dat we de coronacrisis achter ons kunnen laten. Dat we weer ruimte krijgen om te leven en gebeurtenissen met elkaar weer kunnen gaan vieren. Ik heb het lef en de moed om samen met u weer te gaan bouwen aan de toekomst van Hardenberg. En wens u een heel mooi jaar toe.